Oké, okay, nou, je had die bankervaring en toen was je klaar voor de SER. Ja. Dus weer echt gewoon het ultimate polder, uh, de ultimate polderwereld. Uh, van, en, en werkt dat dan nou nog, die, die SER, in jouw uh, beleving? Wat is daar je ervaringen? Nou, daar is eigenlijk het beste antwoord toch op dat uh, Nederland natuurlijk dat poldermodel heeft. Ik heb al eerder gezegd hoezeer dat buiten Nederland wordt gewaardeerd. Maar Nederland gelooft zelf ook dat het een vrij recente uitvinding is. En ik heb eigenlijk ook lang over gedaan om me te realiseren dat dat niet waar is. En daar zit een enorme voorgeschiedenis. En er is een heel leuk boek verschenen van twee Utrechtse historici. Dat heet Nederland en het poldermodel. En die verdedigen heel overtuigend, vind ik, de stelling dat het eigenlijk in de middeleeuwen is begonnen. Later, zeg maar. Nee, dat, dat denkt dan ook iedereen. Oh, okay. Maar dat is uh, verleidelijk, maar niet waar. De naam poldermodel is van vrij recente datum, in de jaren negentig verzonnen. En iedereen associeert dat graag met Hans Brinker en de Dijken, maar dat is allemaal niet ten onrechte. De echte herkomst is in de middeleeuwen, toen de steden en de feodale vorsten eigenlijk vochten om de macht. En op alle plekken in Europa zeggen deze historici: heeft een van die twee gewonnen, maar in de Lage Landen, Nederland bestond nog niet, hielden die twee machten elkaar in evenwicht. En toen is op enig moment het inzicht doorgebroken dat als de vorsten nou. Geld nodig hebben en de steden bescherming. Dat je natuurlijk tegen elkaar kunt blijven vechten, maar je kunt ook je realiseren dat je beter kunt samenwerken. Want je hebt allebei wel te bieden. En dat is een groot succes geworden in Nederland. De Gouden Eeuw vertaalde dat naar de steden, zegt Amsterdam. En het leger, zegt de Oranjes, die elkaar een handje hielpen, ook weer tegen betaling. Maar dat ging ook al heel erg goed. En toen in de 19e eeuw werd het arbeid versus kapitaal. En ook daar was diezelfde logica op van toepassing. En dat heeft na de oorlog, vele, vele jaren later, geleid tot de Stichting van de Arbeid en de CER. Dus daar is een enorme, in de genen verankerde voorgeschiedenis, denk ja. ik wel. Eens. Je zei al, je was een fan van het polenlandschap en ja. toen kwam je daar. Want die CER die zat toch ook wel. Die, daar, daar, daar kwamen wel wat aanvallen op. Hè? Van, uh, het was een prachtig uh, verleden. Ja. Maar je had ook echte issues die je daar moest behandelen. Van hoe, uh, hoe functioneerde die ser in jouw tijd? Uh, bij vlagen heel erg goed en bij vlagen heel erg moeizaam. En dat is, heeft alles te maken met de bereidheid en de mogelijkheid van partijen om te doen wat er gedaan moet worden: namelijk verstandige afspraken maken met elkaar. De vakbeweging uh, had en heeft het daar echt moeilijk mee. Uh, om allerlei redenen die deels heel honorabel zijn en goed te begrijpen. Want de vakbeweging uh, heeft een, in Nederland een hele mooie rol gespeeld, op allerlei momenten. Is ook internationaal een uitstekende en respectabele partij, maar heeft de pech dat veel van wat zij doet ook beschikbaar is voor iedereen die niet lid is. Want de belangrijkste rol van de vakbeweging in Nederland is eigenlijk wel het tot stand brengen van de cao's. En Nederland is zo geconstrueerd dat de niet-leden daar net zoveel plezier van hebben als de leden. Dus hè, wat dan het free riderschap wordt genoemd, dat is in Nederland heel goed mogelijk. En als er iets is wat Nederlanders heerlijk vinden, is het free eh, Iets voor niets, dat is onweerstaanbaar. Dus de organisatie gratis. Naar de verdiensten van de vakbeweging relatief laag en dalende. Hoeveel is het nu? Van 40% ongeveer gehalveerd. En het is in 11% in Amerika. Dus wat dat betreft doen we het nog aardig goed. Er zijn heel wat meer mensen lid van de vakbond dan van politieke partijen. Dat is zeker zo. Maar het zijn er toch te weinig. En het zijn bovendien, dat is zorgelijker, het zijn ook vooral de oudere leden. Dus jongeren kiezen in hele beperkte mate voor de vakbeweging. Hoe goedkoop dat ook is en hoe mooi het werk ook is. En uh, ik hoop dus zelf, en ik hoop dat iedereen dat hoopt, dat de vakbeweging uh, zich kan herstellen en kan uh, uitgroeien naar een bredere beweging, misschien met een bredere agenda. Uh, want dat zou denk ik voor Nederland een zegenrijke zaak zijn. In afwachting daarvan is het ingewikkeld. En maakten dan die werkgevers die zwakheid van de, van de vakbonden, zeg maar, maakten ze daar zich zorgen over of maakten ze daar gewoon gebruik van om een eigen agenda, zeg maar, meer door te drukken in de CERM? Meer het eerste dan het laatste. Want uh, werkgevers daar zijn echt zo verstandig dat ze ook inzien dat een verstandige, gematigde uh, maar en betrouwbare uh, vakbeweging voor hen een enorme plus is. Net zoals werkgevers in Nederland ook hebben ingezien dat medezeggenschap een plus is en geen bedreiging. Ook daar is Nederland uh, heel bijzonder. We hebben een medezeggenschap via de ondernemingsraden die gedetailleerder geregeld is dan waar ook ter wereld. Mijn Amerikaanse collega's bij ING die je dat uitlegden, die keken je aan alsof je Noord-Korea vertoefde. Maar als ze er een paar keer mee te maken hadden gehad, dan ontdekten ze hoe ongelooflijk belangrijk dat contact kan zijn als er iets moet worden veranderd. En als je wilt dat dat op een verstandige en vreedzame manier gebeurt. Dus die hele traditie die is het behouden meer dan waard. En die zit er aan de andere kant ook zo diep in. Dat elke keer dat ik hoor uh, of lees dat de, de polder, of het poldermodel aan de rand van de afgrond staat, ja. dat ik denk, nou, het kan wel een stootje hebben, uh, als de huidige vorm verdwijnt, komt er al iets voor in de plaats. Maar ik hoop dat die huidige vorm in staat zal blijven om zich aan te passen aan wat de tijd verlangt. We hebben we ook als Nederland veel aan. Dan hadden we een klein dingetje daar eigenlijk. Ik weet niet of dat in jouw tijd was, maar dat was de WAO. De, 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 de werkgevers en werknemers waren absoluut kampioenen om alles weg te reorganiseren. En echt de arbeidsproductiviteit omhoog te krijgen, in bedrijven en dingen. En dan de rekening ging naar de, naar de samenleving. Ja. Dus nou. Nou ja, de WAO is natuurlijk toch op een gegeven moment, hadden we hadden wel heel veel mensen. En het was nogal een dure, een dure ontwikkeling. Hoe ben jij daarmee omgegaan met dat soort dilemma's? Dat je dan als werkgevers en werknemers iets afspreken, dat dan de, 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 de overheid of de samenleving het mag betalen? Dat kan natuurlijk niet. Dat is heel simpel. En wat ik meegemaakt heb is eigenlijk het begin van de draai. Uh, in, we hebben toen uiteindelijk uh, losgekregen van het kabinet waar Wim Kok deel van uitmaakte, dat er een andere aanpak zou komen. Wim Kok is daar bijna over gestruikeld uh, en gesneuveld, dus dat was niet niks. Uh, de werkgevers en werknemers zijn verwijderd uit de toezicht- en bestuursstructuren van dat soort voorzieningen. Dat vonden ze niet leuk, maar dat was eigenlijk ook voorkomen terecht. Um, en nu, vele jaren later, is de arbeidsongeschiktheid uh, behoorlijk onder controle. Uh, en daarmee hoop ik een van deze bronnen van misbruik uh, gestraft en gesaneerd. Uh, in het algemeen um, is natuurlijk hier en daar het tempo in die polder laag. Dat moet erkend worden, dat is gewoon zo. En dat is ook erkend uh, door de partijen zelf. Het goede nieuws is en blijft toch dat als je er iets doorheen hebt, het draagvlak in één keer zo groot is dat je aan de slag kunt. En dat vertaalt zich toch in al die mooie plekken, in die mooie ranglijstjes waar ik eerder naar verwees. Je hebt ook alle vertrouwen dat we nu met het pensioenakkoord, dat we dat allemaal weer gewoon uh, keurig gaan regelen ja. op, die, uh, op die platform? Uiteindelijk wel. Uh, en misschien niet direct in één keer. Ik, ik ga helemaal niks beloven. Ik zet er natuurlijk ook heel ver van af. Het, het is altijd lastig en altijd ingewikkeld. Maar zeker pensioenen zijn zozeer ook van werkgevers en werknemers, worden ook tegen hen beide geïncasseerd en, en beheerd. Eh, dat je ook in zekere zin niet kunt hervormen zonder dat zij daar een rol bij spelen.